Ja, een hele goede morgen. Wat een uh, inderdaad een prachtige opening uh, was dit al. En het is, het is wel frappant want er zitten enige parallellen tussen het verhaal van Floris en mijzelf. Uh, maar ik ga er toch een extra laag aan toevoegen. En laat ik beginnen met het statement dat vooral de sociale wetenschappen waar ik uit voortkom onderdeel zijn van het probleem. En uh, ik ben directeur van een actieonderzoeksinstituut, uh, Drift. Maar ik trek ook een uh, strategisch initiatief bij in onze universiteit. Uh, ik kom uit Rotterdam. Uh, daar uh, zijn we heel goed in economie en bedrijfskunde en bestuurskunde. Um, en eigenlijk op een manier die onderdeel is van het probleem. Dat zal ik uh, u gaandeweg uitleggen. Wat ik ga proberen te doen is iets meer uh, wetenschappelijke verdieping aan het verhaal van Florus te geven. Wat, hoe kunnen we? die transitietransformatie begrijpen, wat, waar, waardoor ontstaan die transities en um, welke patronen uh, uh, herkennen we, om vervolgens naar een handelingsperspectief te gaan. Wat betekent dit nu? We moeten van A naar B via B, om um, um, maar even aan te sluiten bij, uh, uh, bij Flores, uh, hoe doen we dat dan en wat vraagt dat mentaal van ons? Um, ook geestig is, even kijken of ik terug kan. Uh, nee, dat werkt dus niet. Nou, uh, mijn opening sheet uh, zat uh, dezelfde revolutionaire plaat uh, als Florissen, uh, had, alleen dan in aangepaste vorm. Uh, ik zal maar gelijk zeggen, voor ons is transitie, sommige wetenschappers zeggen transformatie, ik ga het zo uitleggen, maar is een evolutionaire revolutie. Maar we zitten wel degelijk in dat proces van revolutionaire verandering. En de vraag ligt wagenwijd open: waar gaan we uitkomen? En dan kunnen we, zoals in het verleden, het ons laten overkomen. Maar wat proberen wetenschappers te doen? Te leren van het verleden om te kijken: kunnen we dat ook anders ondergaan, die transformatieve verandering? Um, dit plaatje is gevoeglijk bekend en dit gaat over de, de uh, toenemende hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer. Uh, nou, we weten inmiddels allemaal dat dat uh, uh, een probleem is, en dat wordt steeds meer een probleem. Uh, waarom ik dit plaatje er vooral bij haal, is om het menselijke onvermogen uit te drukken. He, de wetenschap uh, was hier 100 jaar geleden eigenlijk al achter, maar laten we zeggen, de, de mondiale consensus ontstond in de jaren 80. Dat leidde ook tot uh, een politieke uh, reactie, uh, namelijk de wereldgemeenschap zei in de jaren 90 eindelijk, na tien jaar gesteggel, uh, we gaan hier wat aan doen. Nou, u ziet daar geplot uh, uh, alle afspraken die we met elkaar maken en u ziet ook dat het, uh, na, ja, het effect is uh, nagenoeg nul. Dus daar gaat iets fout. We hebben de kennis. De IPCC werd naar aangerefereerd, dat is het Mondiale Panel van Wetenschappers. Ik ben zelf betrokken geweest, vooral bij de, de biodiversiteitsconventie. Die, die zijn allebei in 1992 opgericht. En dat zijn allerlei natuurwetenschappers die bestuderen het probleem, in dit geval de CO2-emissies. En het negatieve effect daarvan. Nou, dat constateren we en dan uh, wordt er gezegd we moeten iets uh, aan dat probleem doen. Daar maken we afspraken over, we bedenken beleid um, en het slaat geen uh, deuk in een pak boter. Uh, datzelfde patroon uh, begonnen wetenschappers eigenlijk te herkennen al in de jaren negentig uh, als je kijkt naar gezondheidsverschillen in onze samenleving, als je kijkt naar klimaatkwetsbaarheid, als je kijkt naar uh, het stikstofprobleem, ook vrij actueel. Uh, Wetenschappers constateren het probleem. We doen er nog meer onderzoek naar om nog meer details uh, te krijgen. En vervolgens uh, starten beleidsmakers allerlei beleidsprocessen en plannen om uh, uh, met oplossingen te komen. Er uh, zijn ook allerlei techneuten, natuurlijk, die, die oplossingen bedenken. Um, en waar gaat het nu fout? En eigenlijk leggen wij de oorsprong uh, van um, het model waarin we. Kennis en beleid uh, bij elkaar brengen om tot maatschappelijke verbetering te komen uh, bij de industriële revolutie. Eigenlijk ontstond 150 jaar geleden uh, door uh, uh, eigenlijk fossiele, maar ook lineaire technologie, het model van uh, kennisontwikkeling, uh, innovatie en uh, implementatie daarvan via beleid, om uh, tot maatschappelijke verbetering en vooruitgang te komen. Uh, dat model is heel oud, is heel succesvol. En het heeft de afgelopen eeuw ook geleid tot allerlei uh, transities. Um, ik ga zo door, uh, de definitie die sluit erg aan bij die van Flores. Gelukkig maar, want zo werkt de wetenschap. Maar we hebben een eeuw gehad van allerlei grote systeemveranderingen. In het energiesysteem, in de voedsel, uh, 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 in uh, de muziek, in de mobiliteit, uh, in de economie. En het interessante is, we kunnen die historische transities beschrijven als een proces van A naar B. Toen we aardgas vonden in Slochteren, toen zijn we in, in 10, 15 jaar in Nederland in de huishoudens overgestapt van kolen naar aardgas. Na de Tweede Wereldoorlog, die eindigde met een honger, hongerwinter, was het nationale sentiment nooit meer honger... Uh, in die context uh, uh, kwam uh, onder andere Sikko Mansholt, die later ook eurocommissaris werd, uh, met een masterplan. Er werd een hele universiteit voor opgetuigd, een, een sectorstructuur uh, 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 opgetuigd. Um, en de uh, voedselrevolutie werd ontketend. Een uiterst uh, 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 succesvol verhaal, uh, met als negatieve effect dat we nu al veertig jaar met een stikstofprobleem zitten, onder andere. Uh, andere voorbeelden, uh, daar middenonder ziet u... Uh, een uh, uh, foto uit New York, een heel beroemd uh, transitievoorbeeld. Waar uh, eigenlijk, als je tien jaar later, we zien hier Fifth Avenue vol met koetsen. Er zit één autootje ergens uh, tussen. Uh, tien jaar later, dezelfde foto, uh, alleen maar nog maar auto's, uh, zebrapaden, stoplichten. Um, eigenlijk binnen 10, 15 jaar een complete revolutie in hoe uh, onze leefomgeving is ingericht. Van die transities kunnen we van alles leren. Soms gaan ze met oorlog en conflict gepaard. Soms wordt het gedreven door technologische innovaties. Soms zit er leiderschap in. En die patronen, het fascinerende ervan is dat die terugkeren. En dat die vergelijkbaar zijn. Ik kom daar zo op. Dit plaatje, Floris refereerde ook aan de Club van Rome. Dit waren de scenario's die ze in de jaren zeventig al maakten... Eigenlijk op basis van een analyse dat de systemen die we in die industrialisatie hebben ontwikkeld met elkaar, ons voedselsysteem, ons energiesysteem, ons bouwsysteem, ons mobiliteitssysteem, ons energiesysteem, misschien wel ook wel de sociale systemen, op een manier georganiseerd zijn die onvolhoudbaar is. En wat de Club van Rome voorspelde in 1970 was eigenlijk een mondiale ineenstorting, ergens de komende twintig jaar. Dan zou je kunnen zeggen: ze voorspelden het eigenlijk al ongeveer nu. Nou, we zijn er nog. We zitten in het spand en alles gaat goed. En een aantal mensen staken hun hand op uh, uh, toen uh, uh, met de vraag: is het, is, het, is het rustig? Toch ervaren natuurlijk steeds meer mensen uh, dat het onrustig is. En dat uh, het perspectief op de langere termijn uh, niet meer, meer van hetzelfde kan zijn. Ja, en wat verklaart nou dat proces waarin we eigenlijk vanuit het bestaande maar door blijven uh, ontwikkelen op hetzelfde spoor. Uh, in de wetenschap, wij gebruiken het woord regime uh, en dat verwijst in een maatschappelijk systeem naar de gevestigde manier van denken, werken en organiseren. Die zit ook in organisaties. Uh, uw organisaties kennen ook een regime, mijn universiteit kent dus ook een regime, uh, maar dat hebben we ook in uh, uh, maatschappelijke systemen. Dit verwijst eigenlijk naar de manier waarop we denken. Wat vinden we normaal? Wat zijn onze leidende waarden? Het verwijst naar structuren, de organisatie, de afspraken. Um, en naar ons gedrag. En sociaalwetenschappers gebruiken allerlei moeilijke woorden, zoals structuratie. Um, en dat gaat eigenlijk over het patroon waarin we onze omgeving inrichten. En daar maken we allerlei keuzes in en, en uh, daar, daar doen we investeringen in. He, we leggen bijvoorbeeld een weg aan. Dan wordt het makkelijker om verder van je werk te gaan wonen. Dan moet je wel een auto kopen. En vervolgens gaan we met z'n allen op die weg staan. Uh, dan komt er een file. Dus dan moeten er allerlei mensen gaan nadenken over hoe gaan we dat goed reguleren. Dus er ontstaan beleidsafdelingen. En dan gaan allemaal onderzoekers nadenken over hoe gaan we efficiënter die weg inrichten. Dus dan gaan we een nieuwe technologie bedenken, um, waardoor er minder file is waardoor het weer makkelijker wordt om over die weg te rijden. Dus er gaan weer meer mensen over die weg rijden. Nou, en zo zijn we de afgelopen decennia eigenlijk doorgehobbeld op dezelfde weg. Dus de keuzes die we maken, die leiden tot wat wij noemen padafhankelijkheid. En binnen zo'n omgeving, niemand gaat over dat regime. Het biedt ook maatschappelijke rust, stabiliteit, voorspelbaarheid. Dat gaat heel lang goed. En als individuen zijn we vooral bezig om dat regime minder slecht te maken, om het te optimaliseren. Um, ja, en ik heb ook die wereldleiders, um, alleen in een iets andere vorm. Uh, hier staan ze in Rome voor de Trevi-fontein met muntjes te gooien, terwijl ze het over de mondiale klimaatproblematiek uh, hadden. Um, voor mij, ik gebruik ze als symbool eigenlijk voor hoe wij um, op een rationele manier gewend zijn geraakt over vooruitgang te denken. Er staan een aantal begrippen naast en die refereren eigenlijk aan het patroon waarin we kijken naar onze omgeving, daarin problemen proberen te analyseren en dat zijn altijd de zichtbare problemen, je zou kunnen zeggen de symptomen. CO2-emissies bijvoorbeeld. En dan proberen we oplossingen te bedenken. Daar gaan we dan met elkaar over onderhandelen. En, en dan gaan we allerlei grote beleidsprocessen in. En dan moet iedereen in meedoen. En uiteindelijk komt daar een soort compromis uit. Um, waarbij ook de illusie ontstaat dat we dat ooit allemaal gaan uitvoeren. We doen veel met nationale en, en lokale overheden. Nou, we willen allemaal klimaatneutraal worden en circulair. En. Um, dat klinkt allemaal mooi, maar als je kijkt naar de uitvoering, dan blijft daar uh, ontzettend weinig van over. En in de tussentijd dat we, dat we de afgelopen jaren nationale programma's hadden voor de energietransitie, zijn er allerlei nieuwe kolencentrales gebouwd, uh, honderden kilometers nieuwe snelwegen. Uh, dus terwijl we nadenken over het oplossen van die symptomen, uh, verergen we het probleem. En daarbij komt dat we de hele tijd bezig zijn om. Uh, uh, risico's in beeld te brengen. Dus waar zou het mis kunnen gaan en hoe kunnen we daar de controle op vergroten? Um, en het meest aantrekkelijk is dan uiteindelijk om uh, gecontroleerde innovatie uh, te doen. Um, en want dan weet je wat je hebt en je kan het controleren en dat is vaak technologisch. Uh, dus in Nederland zijn we heel goed in innovatiebeleid, um, maar in de praktijk betekent dat dus het bestaande regime efficiënter maken. En. De historische les, hè, want uh, uh, bijvoorbeeld dat uh, die transitie van paard en wagen naar auto's. Uh, te tijde, uh, aan de vooravond van die transitie, er was ongeveer 30% van het uh, Amerikaanse landbouwareaal. werd gebruikt voor, om veevoer of om uh, voer voor de, voor de paarden te creëren. Daar was, allerlei, er was een heel systeem van innovatie om uh, georganiseerd, uh, maar dat regime kwam steeds meer onder druk te staan. Mensen begonnen te klagen, die paarden die, die, die poepten, zou ik moeten zeggen, in de straten. Er was voedselconcurrentie, er waren allerlei maatschappelijke discussies en er ontstond onrust omheen. En dat is het patroon wat we steeds zien. En wat we nu maatschappelijk ook zien, rond de manier waarop we energie, mobiliteit, voedsel... die maatschappelijke systemen hebben georganiseerd, zien we steeds meer signalen dat... Die, die de discussie oproepen, hoe lang kunnen we hiermee doorgaan? De reflex van veel mensen is natuurlijk om uh, oplossingen te gaan bedenken. He, we hebben een economische crisis gehad in 2008. Dan, uh, toen hebben we uh, uh, met man en macht de banken uh, overeind gehouden. En je ziet dat patroon meer. He, corona was natuurlijk een enorme verwachte verrassing in ons jargon. Um, en de reflex en de reactie was toch nationaal zoveel mogelijk overeind houden. Dus je zou kunnen zeggen: we hebben een hele hoop transities op pauze gezet. En nu met de oorlog in de Oekraïne, ik hoorde het vanochtend ook. De, 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 de energieprijzen rijzen de pan uit. Maar wat doen we? We, we gaan, uh, we, wat doet de overheid? Uh, compenseren. Dus eigenlijk is de reflex de hele tijd: we worden geconfronteerd met crisis of met druk. We proberen een bestaande nog beter of minder slecht te maken. Um, uiteindelijk, en dat is de historische les, is dat een uh, doodlopend spoor. Want het is een soort natuurwet. Um, en in een maatschappelijke context werkt die net wat anders in, in ecosystemen. Maar in ecosystemen volgen we hetzelfde patroon. Um, krijg je een proces waarbij er uh, eigenlijk in een veranderende omgeving twee dingen gebeuren. He, dat bestaande regime en het optimaliseren daarvan wordt steeds lastiger. Dat leidt tot maatschappelijke vragen, tot interne spanningen, wij zeggen destabilisatie. En het leidt er ook toe dat mensen met, andere, met alternatieven komen. En de wisselwerking daartussen, he, tussen regime en wat wij noemen niche, de versnelling van die alternatieven, de groei van nieuwe manieren van denken, werken en organiseren, leidt uiteindelijk tot een heel schoksgewijs overgangsproces. Waarbij een transitie vooral een proces is waarbij we uit evenwicht raken. Um, en het kan heel lang tegen zo'n chaosfase uh, aanhikken, maar als we een aantal uh, drempels overgaan, dan komen we echt in zo'n fase van chaotische overgang terecht. Waarbij ook een heleboel afbraak optreedt. Dus er verdwijnen dingen. Het paard- en wagenregime is niet meer. Er wordt nog wel paard gereden, maar dat is op een lager pitje. En dat verklaart natuurlijk ook waarom er zoveel weerstand tegen transities is. Het gaat over belangen, het gaat over macht, het gaat over positie, maar het gaat ook over routine van mensen. Dus er is heel veel te verliezen voor heel veel partijen in transities. In de, het ging even over wereldbevolking en overbevolking. Ik ben het helemaal eens met Floris zijn antwoord. Als je naar de cijfers kijkt, dan veroorzaken 5 of 10 procent van de mensheid 80% van het probleem. Daar zit het kapitaal. En het kapitaal moet groeien. En dat is gebaseerd op die industriële manier van economiebedrijven. De extractie. Uh, natuur omzetten in geld uh, en het, het afval ergens anders dumpen uh, zonder dat dat echt belast wordt. Um, dat systeem staat steeds meer onder druk, um, maar er wordt van alles aan gedaan om dat in stand te houden uh, en het twijfel zaaien um, en het proberen te kapen van de verbeelding um, en het vooral benoemen van wat er allemaal mis kan gaan en wat voor onzekerheden de alternatieven uh, uh, bieden. Dat is een, een, een beroemde strategie. Transitiedenken gaat dus eigenlijk over systeemdenken, over complexe systemen. We kunnen dingen proberen te beheersen, maar daaromheen zit altijd een ring van chaos en structurele onzekerheid. En dat biedt vanuit het, de actieonderzoekslogica, maar ook vanuit het historisch perspectief, enorme kansen. Het vraagt alleen een ander soort ontwikkelperspectief. Dus eh, wat hebben wij gedaan als transitieonderzoekers? Eh, jarenlang eh, gekeken naar wat zijn nou succesvolle overlevingsstrategieën, in Florissen woorden. Eh, maar hoe kunnen we daar ook methoden van maken? Hoe kunnen we op maatschappelijke schaal vooruit gaan struikelen? In plaats van van A naar B te gaan, vanuit A via B naar B. Um, en dit zijn wat. Ontwerp- of transitieprincipes. Um, en die gaan eigenlijk over het lezen van die transitiedynamiek. En het eerste, de eerste stap is eigenlijk de vraag die u zelf moet stellen: in hoeverre ben ik nu onderdeel van het in stand houden van het bestaande? Ben ik nu eigenlijk het bestaande aan het verbeteren? Of creëer ik ruimte voor transitie, voor transformatie? Het tweede gaat over backcasting. Als we transitie als een gegeven nemen, zo'n periode van disruptieve, chaotische verschuiving uit evenwicht, dan is de enige toekomst die niet kan eigenlijk het heden. Dus alles ligt open. En er zijn heel veel negatieve scenario's, maar het gaat natuurlijk om de vraag, ja, wat is dan het overleven waard? Waar zouden we dan uit willen komen? En dat kan je ook ontwerpen en vervolgens terugredeneren. En dat is de backcasting. Um, als je dan vervolgens dat terugvertaalt, uh, dan moet je je ook realiseren dat je nooit zo'n transitie kan managen. Het is geen blauwdruk, dus het gaat over de manier waarop je in hele kleine stapjes, steeds lerend van wat er gebeurt, wat, wat, komt, wat is de reactie van mijn omgeving. Uh, uh, verder uh, ontwikkelen. En dat vraagt een ander soort ook, uh, uh, organisatiecultuur, het vraagt een ander soort beleidsproces. Wij noemen dat dan het transitiemanagement. Afhankelijk van waar je zit in die transitie, welke dynamiek je ziet, vraagt dat een ander soort handelen. Als je heel vast zit en niemand heeft het er nog over, dan zou je toch echt eerst ruimte moeten creëren. Hoe verder we in transitie komen, hoe meer het een soort massale mobilisatie van iedereen die eigenlijk al een andere kant op aan het gaan is. Het kenmerkende, sorry voor het Engels hierin, maar is dat aan die onderkant van die uh, uh, X-curve de alternatieven per definitie gefragmenteerd zijn. Dus mensen die zich afzetten tegen het regime of daarbuiten zitten, die zijn zeker in het begin echt alternatief. Gaandeweg ontstaat daar meer, gaan mensen zich uh, uh, vermeerderen, gaat uh, 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 de innovatie van plek naar plek reizen, gaan mensen van elkaar leren. Uh, maar als wij aan duurzaamheidstransities denken, dan zijn het bijna altijd lokaal gewortelde nieuwe praktijken. Florence gaf net het, het voorbeeld van houtbouw uh, of energie-neutraal of energieleverend energie bouwen. Dat soort praktijken zijn er al heel lang. Um, maar die ontstaan uit lokale innovaties, lokale koplopers. Een projectje hier, een projectje daar. Maar gaandeweg ontstaan daar communities, gaan mensen leren, ontstaan daar handboeken, ontstaan er standaarden. Um, en nu zie je dat er langzamerhand industrialisatie optreedt. Datzelfde is gebeurd met uh, zonne-energie en uh, uh, coöperaties. Uh, je ziet het nu ook gebeuren in de voedseltransitie. Uh, anders denken, anders werken, anders organiseren. Um, maar de organisatie daarvan die is zeker ten opzichte van het regime veel kwetsbaarder. Het is een veel meer een zelforganiserend geheel en het is ook veel minder geïnstitutionaliseerd nog. Um, en dat vraagt een soort nieuw strategisch, uh, nieuwe strategische aanpak. Wij noemen dat dan een sturingsmix, uh, zeker in, in die latere fase. Naarmate we scherper krijgen wat we eigenlijk zouden moeten willen als alternatief... en ik kom zo op een aantal voorbeelden... Um, gaan we ook scherper zien waar gebeurt het al eigenlijk allemaal. He, beleid pretendeert vaak aan het begin te staan van een transitie. Dit perspectief gaat er eigenlijk over dat er al lang heel veel mensen... Uh, op weg zijn in gewenste transitie. En ik hoop flink aantal van u ook. Um, maar daar moeten we dus kritische massa of nieuwe systeemstructuren, eigenlijk een nieuw regime mee bouwen. Voor een deel hebben we het bestaande ook heel hard nodig. Die weg is best handig. Het elektriciteitsnet. Dus er zijn heel veel systeemelementen die we nodig hebben... maar die nu niet goed ingericht zijn. Denk aan de belastingen. We belasten een heleboel consumptie of fossiel niet. En waardoor alternatieven het moeilijk hebben. Maar wat we ook vaak niet doen, en zeker bij beleid, is het bewust uitfaseren van dingen waarvan we weten dat ze onduurzaam of onvolhoudbaar zijn. Laatste drie minuten gaan over waar gaan we dan naartoe. Uh, dit plaatje komt uit een uh, stuk voor, dat, uh, voor die biodiversiteitsconventie uh, waar we met een groep wetenschappers aan hebben gewerkt. Dat was eigenlijk een, een traject uh, de afgelopen vier jaar om... Het idee van transitie in het, het mondiale eh, biodiversiteitsbeleid eh, te brengen, waarbij de focus altijd was op het tegengaan van de afname van biodiversiteit, is het idee van transformative change. We moeten B benoemen. Dus uiteindelijk eh, zegt de wetenschap: de enige economie die eh, toekomst heeft, is een economie die goed is voor mens en planeet. Dus we moeten voedsel, energie, uh, uh, materialen moeten we gebruiken, produceren op een manier dat uh, we de bodem herstellen, dat we biodiversiteit herstellen, dat we gezondheid bevorderen, dat we goede uh, banen creëren. Dus een natuurpositieve economie. Um, en dat leidt, hè, als je dat gewoon concreet gaat maken, tot een ander soort uh, agenda. Uh, ik ben betrokken bij de architectuurbiennalen. En daar, daar proberen we ook een soort van. Uh, uh, bijdrage te leveren aan de beweging, die ook bij het College van Rijksadviseurs uh, gaande is, die op allerlei andere plekken gaande is. We moeten B gaan indenken. En als je denkt aan een natuurpositieve toekomst, dan moeten we dus steden hebben waar niemand meer zijn eigen auto heeft. Dan moeten we gaan bouwen op een natuurpositieve manier. En dan slaan we CO2 op, dan voegen we biodiversiteit toe. Dan moeten we naar een voedselsysteem waarin we 80% minder vlees eten uh, en veel regionaler. En waarbij we uh, landbouwbedrijven die regeneratief is, dus die de ecologie en bodem herstelt. Uh, we moeten uh, op een hele grootschalige manier uh, infrastructuur uh, uh, zo gaan ombouwen dat het uh, bijdraagt aan ecologisch herstel, maar ook aan klimaatadaptiviteit. Uh, op al dit soort onderwerpen uh, zijn de voorbeelden dat dit kan en dat dit ook al gebeurt aanwezig. Dus op kleine schaal kan het. En we zien zowel aan de productie- als de consumptiekant um, dat, dat hier de kennis erover is. Dat hier de, de manier van denken aanwezig is. Dat de praktijken er aanwezig zijn. Um, maar het ontbreekt eigenlijk aan het overzicht. Dus voor heel veel mensen zijn dit soort alternatieven niet zichtbaar. Ze zijn zich, het is ook moeilijk voor te stellen hoe dat op schaal gaat werken. Gaan we dan echt allemaal auto's delen of uh, in, in uh, natuurpositieve uh, woningen wonen en onze uh, 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 eetcultuur veranderen? Dat is bijna niet voor te stellen. Um, maar er zit natuurlijk ook een, een enorm economisch uh, probleem achter. Dat onze consumptie is het verdienmodel van de BV Nederland is. En als we daadwerkelijk uh, naar een economie gaan die veel meer in uh, publieke handen is en die op een veel lager extractieniveau gebaseerd is. Wat de, nodig is voor de planeet, ja, uh, waar komen dan nog de belastinginkomsten vandaan? Wat verkopen we uh, bedrijven dan nog? Dus daar zit een, 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 eigenlijk een verbeeldingsvraag, maar er zit ook een enorm politieke vraag. Um, en dat brengt me eigenlijk bij het laatste punt, want wat kan je nou, hoe kunnen we nou interveneren? Uh, want het, het beeld is eigenlijk, we zitten in een tijdslijn gevangen waar we uh, lineair. Uh, Doorontwikkelen en er komt allemaal technologie op ons af en als we uh, iets leren van de afgelopen 100 jaar is dat die technologie leidt tot allerlei innovatie en verbeteringen die weer leidt tot allerlei indirecte problemen en dan gaan we daarachter gaan we proberen die problemen op te lossen. Hoe komen we nou tot een technologische innovatie en adoptie? Die bijdraagt aan die gewenste radicale transities. En dan zijn er eigenlijk. Hè, gaat, die die architectuurbienaar gaat over ontwerp, ontwerp en denken. Kun je eigenlijk drie dingen doen. De activist is degene die ingrijpt en die nu iets doet om een breuk in die tijdslijn te creëren. Dus eigenlijk hebben we nu die disruptie nodig. En dat is ook nodig. We moeten ook uit het lood geslagen worden. Het tweede wat je kan doen. Is eigenlijk de hele lange termijn uh, 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 nemen. He, wij zeggen dan vooruit naar vroeger. Er zijn heel veel historische praktijken en ideeën die we terug moeten halen naar het nu. Um, en uh, tegenwoordig hebben we het dan ook over de zevende generatie, maar eigenlijk doordenken wat we doen op de hele lange uh, termijn. En uh, de derde is eigenlijk de versneller. En dat is eigenlijk de backcasting, maar de, de, de mogelijkheden van de nieuwe technologieën en innovatie die zich aandienen, zijn natuurlijk levensgroot. Kunnen we de belofte op de lange termijn uh, naar het nu halen? Dus kunnen we nu al doen waarvan we eigenlijk weten dat we dat uh, over twintig jaar moeten doen? Um, ja, slotconclusie van, van mijn verhaal is eigenlijk: we zijn op zoek met z'n allen naar een manier om metamorfose te ontsluiten. Want. Um, Volgens mij is metamorfose uiteindelijk een evolutionaire revolutie. Als ik denk aan de vlinder als metamorfose, dan is uiteindelijk het een geleidelijk evolutionair proces met een revolutionaire uitkomst. We houden onszelf gevangen eigenlijk in het doorhobbelen binnen het bestaande, variaties binnen het bestaande. En om echte metamorfose te ontsluiten, zullen we vooral ons eigen denken moeten ontsluiten. Um, of we in een transitie zitten, dat is aan historici in de toekomst. Maar het is aan ons nu om, uh, he, al is het maar met een van die drie uh, uh, strategieën om een breuk in de tijd te creëren en die chaos eigenlijk uh, aan te grijpen als momentum om ergens anders uit te komen. En ik hoop van harte dat we deze dag uh, daar een goed uh, begin mee kunnen maken. Dank u wel.